What's up guys, Paul hier weer met een gloednieuwe video voor je. En deze video is eigenlijk bestemd aan gasten die dus nu nog bij hun ouders wonen momenteel en die het respect van hun ouders willen winnen. Dus puur voor jongeren en als je niet bij je ouders woont, blijf dan ook zeker vooral kijken, want hier kan je ook nog zeker veel van leren. Oké, laten we er gelijk induiken. En ja, eigenlijk wil je het respect gaan winnen dus van je ouders en ik ga je precies vertellen hoe ik dat heb gedaan. Ik ben momenteel 23 jaar en ik heb een fantastische relatie momenteel met mijn ouders. Met allebei mijn ouders. En vroeger was dit niet altijd zo. En hier is precies hoe ik hun respect heb gewonnen. Ik heb eigenlijk keuzes gemaakt in mijn leven en eigenlijk alles gegeven. Zowel fysiek als mentaal als in mijn business. Mijn ouders waren altijd heel sceptisch toen ik begon met mijn eigen bedrijf, maar hebben me altijd wel gesupport. En eigenlijk vanaf het moment dat het begon te lopen, dan praten we wel over een paar jaar verder in dat geval, begon ik resultaat te zien en kon ik ook teruggeven aan mijn ouders. En toen beseften ze pas echt dat dit ook voor mij mogelijk was. Dat dit een pad was voor mijn leven. En eigenlijk heb ik dus door mijn eigen online business dingen gestart. Daarmee het respect gewonnen van mijn ouders. Dat ik niet aan het zuipen was en naar de unie aan het gaan was. Wat zij graag wilden dat ik had gedaan. En ik een jaar lang ook heb gedaan. Ondernemerschapsstudie in Tilburg. Daarna gestopt, aangezien ik dacht van hey, hier ga ik vrij weinig van leren. En mijn dropshipping business ging toen harder en ik verdiende meer geld dan de leraar in dat geval. Dus ik vond de meerwaarde van die studie niet heel erg veel meer. Dus eigenlijk hoe jij dit ook kan gaan doen, is dus geld gaan verdienen voor jezelf, bijvoorbeeld met je eigen online business of in een baan. Dat is ook zeker mogelijk. Maar je moet in ieder geval laten zien aan je ouders dat je iets aan het doen bent. Niet dat je alleen maar videogames aan het spelen bent, porno en sociale media aan het kijken bent. Oké. Stop met een lamlul zijn. Nou, wat bedoel ik? Na je 18e moet je je eigen shit gaan regelen. Je wil niet meer afhankelijk zijn van je ouders, niet meer bij je ouders wonen, niet meer zorgen dat ze de huur voor je betalen, dat ze eten voor je gaan komen. Dynamiek verandert op die leeftijd. Je gaat ook meer met bijvoorbeeld meiden afspreken, dat soort dingen. En je wilt gewoon je eigen kamer, je eigen privacy en je eigen shit regelen in het leven. En je wilt op je eigen regels leven. Je wilt doen wat jij wilt, wanneer je wilt, waar je maar wilt. En daarom zit ik bijvoorbeeld nu momenteel ook in Bali en doe ik letterlijk wat ik wil, wanneer ik wil en waar ik maar wil. En ik ben je precies aan het vertellen hoe jij dat kan gaan doen voor je eigen leven. Nou, woon je op jezelf, dan gaat je testosteron door het dak heen. Maar woon je bij je ouders, is dat ook nog steeds zo. En waarom hier staat, maar bedelaars kunnen geen kiezers worden. Je kan je leven niet bepalen als je afhankelijk bent van je ouders. Dus dat je eten aan ze vraagt, huur van ze vraagt. Je moet voor jezelf gaan zorgen, ASAP. En daar ga je heel veel van leren in dit leven. Oké. Vanaat je nest. Tijd heelt alle wonden. Afgelopen jaren heb ik veel gereisd en maanden in het buitenland gewoond. Elk jaar reis ik meerdere maanden in het buitenland. Nu zit ik bijvoorbeeld 2 maanden in Bali. En nu pas op 23-jarige leeftijd maak ik de stap om Nederland en mijn thuis eigenlijk voorgoed als thuisbasis te verlaten. Nou, ik verdien eigenlijk al een tijdje meer dan 10k plus per maand met dropshipping. En coaching is ook een businessmodel wat ik doe. Dus daar verdien ik tienduizenden euro's per maand winst mee. Het gaat hier niet over omzet. Pure winst in mijn eigen zak. Ik ben je precies aan het vertellen hoe jij dit voor jezelf kan doen. En dus ook een leven kan leiden zoals ik bijvoorbeeld. Nou. Je kan misschien heimwee hebben en denken van hey, hoe ga ik shit fixen. Maar ik raad je aan om bijvoorbeeld met andere guys jezelf ook te omringen. Ik zit hier bijvoorbeeld ook met een villa met 5 andere e-com ondernemers. En zo is het veel makkelijker om bijvoorbeeld het meeste uit jezelf te halen. Bijvoorbeeld als iemand anders nu aan het werken is, dan ga ik zelf sneller ook werken. Als iemand anders naar de gym gaat, ga ik zelf sneller ook naar de gym. Het is een heel simpel principe. Als je iemand anders iets ziet doen, dan ga je dat zelf ook doen. Dus omring je daarmee ook met de juiste mensen. En het is veel makkelijker om hard te werken als er andere mensen bij zijn, dan terwijl er niemand kijkt. Dat is wel een hele belangrijke. Oké. Wees geen teleurstelling voor je ouders. De liefde van een van je ouders is vaak onvoorwaardelijk. Zelfs al fuck je je leven 10 keer zo vaak op. Het is veel meer dan bij een vriend. Of het is gewoon je familie. Het zijn je ouders en die willen altijd het beste voor je. Die hebben dus ook je rug. Omdat je dus je leven kan gaan verkloten, wil niet zeggen dat je het moet gaan doen. Krijg je leven op de rit. Nou, wat willen ze als je een man bent en je hebt je ouders die gelukkig en gezond zijn, hopelijk. Ze willen een sterke zoon die zijn geld op orde heeft en goede relaties heeft met de mensen om zich heen. En waarschijnlijk als je deze video kijkt, heb je dat nog niet en wil je weten hoe jij dat kan doen. En dat is precies wat ik je in dit soort video's vertel. Je ouders zijn ook kinderen. Ze hebben hun eigen struggles en zijn ook kind geweest en bepaalde dingen meegemaakt. Ze hebben demonen, ze hebben het verleden, ze hebben bepaalde soort type onzekerheden. En beschuldig ze niet van jouw opvoeding op de manier waarop je bent opgevoed. Ik ben heel dankbaar voor hoe mijn ouders mij hebben opgevoed en de dingen die ik daarin heb geleerd.
En misschien lijkt het zo dat ze niet hun best doen, maar ze doen echt hun best voor je. En ik ben ook door die fase heen gegaan. En je gaat het pas beseffen als je het beseft. Dat is echt zo. En ik kan het je wel vertellen, maar je moet het eigenlijk echt meemaken. Dat is voor alles wat ik in dit soort video's tegen je vertel. Haat. Nou, haat. Ik haatte andere mensen in het begin het meest. Mensen die meer succesvol waren dan mij. Mensen die dingen hadden die ik nog niet had. En eigenlijk was dat dus een reflectie naar mezelf. Omdat ik mezelf het meeste haatte destijds. Toen ik niet fit was, toen ik geen geld had, toen ik niks met mijn leven aan het doen was, was ik ongelukkiger dan ooit. En nu ik wel die dingen heb die ik graag heb willen behalen, ben ik gelukkiger dan ooit. Nou, wanneer je dus gelukkig bent met jezelf, waar we het nu over hebben, kan niet je stoppen. Dus als je veel haat, kijk naar jezelf en fix het probleem. En eigenlijk, dat is iets wat ik tegen mijn gasten die hier met mij in deze villa wonen ook samen zeg. Van, hey, we gaan niet klagen. Onbewust praat je heel veel negativiteit door een dag heen. En dat wil je dus zoveel mogelijk vermijden. Ik betrap mezelf er ook nog steeds dagelijks op dat ik bepaalde dingen zeg van, hey, waarom zeg ik dat überhaupt? Dat is negatieve bullshit. Haal het uit je hoofd. En hun zorgen ervoor dat ik accountable word en minder van dat soort dingen ga zeggen. Oké, we zijn alweer aangekomen bij het einde van deze video. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vindt. Volg me op Instagram, Paul van Sprundel, en dan check je weer in een andere video. Ciao, ciao.